En dan haak ik aan met ambulance. Het is raak, deze uitzending. Toeters en bellen. Voor veel mensen was de 30e maart een dag als alle anderen. Maar het politieapparaat was bezig met een megaklus. Voor de begeleiding van alle hoogwaardigheidsbekleders en andere VIP's waren vele tientallen politiemotorrijders in touw die dag. Overal kwam je ze tegen. In het centrum van Delft, maar ook op de autosnelweg. Voor een grote stoet met een aantal bussen, maar ook voor kleine stoetjes die niet minder belangrijk waren. Dat de VIP's snel en veilig van en naar hun bestemming kwamen, was een belangrijk deel van de politietaak. Maar het belangrijkste bij deze taak was toch wel de veiligheid. De veiligheid van iedereen. In Den Haag waren we aanwezig bij de vijfdaagse opleiding VTB, verkeerstechnische begeleiding. Tijdens die opleiding worden al ervaren politiemotorrijders nog verder opgeleid om voertuigen op een veilige manier te begeleiden. Dat wat wij als burgers aan de buitenkant zien, is het resultaat van veel inspanning en vooral veel en langdurig oefenen, waarbij theorie en praktijk één logisch geheel vormen. Vooral in en om Den Haag is er voor mensen met dergelijke vaardigheden veel werk. We werken in de regio Haaglanden en Den Haag heeft als regeringsstad regelmatig te maken met bezoeken van buitenlandse staatshoofden, ministers, andere hoogwaardigheidsbekleders. Een begeleiding is het verplaatsen van A naar B. En dan proberen wij om dat zo snel mogelijk te doen, zo veilig mogelijk te doen. En wij proberen te zorgen dat het stoetje niet stil komt te staan. In het eerste deel van de theorie komt de bezetting in de stoet aan bod. Voorop rijden twee of drie motorrijders die de kruisingen vrijmaken voor passage van het transport. Dat zijn de zogenaamde spitsers. Dan komt het te begeleiden voertuig. En vlak daarvoor rijdt de motorrijder die de commandant van het transport is. De staartrijder. Nou, de staartrijder houdt zich bezig met het afhouden van het achteropkomend verkeer. Hij moet de kruisingen vrijgeven. Hij geeft voertuigen die even geparkeerd zijn aan de kant van de weg weer een oprijteken. We proberen ervoor te zorgen dat de doorkomsttijd dat die zo kort mogelijk is. Want hier, het is hier net... Dan worden er voorbeelden bekeken van verkeerssituaties zoals de motorrijders die in Den Haag kunnen verwachten. Die moet door richting, Javastraat en zo die kant op. Wat zou nou een optie zijn om te zorgen dat je helemaal niks hoeft door te trekken? Zet het hier stil, zet een blok en zeg maar tegen commandant, kom maar tegen Strooms eromheen. Je moet dus zoveel mogelijk anticiperen op overig verkeer met name. Je collega's, dat lukt allemaal wel. Maar het overige verkeer dat heeft gewoon niet altijd helemaal door. En dat kan je mensen niet kwalijk nemen wat er precies aan de hand is. En dan moet je op anticiperen. Anders zou je wel eens van je motor gereden kunnen worden. En zo kunnen we dan eindelijk na een paar uur theorie de weg op. Het enige dat de commandant van de motorrijders van zijn opdrachtgever te horen krijgt is de plaats van bestemming en eventueel het tijdstip waarop men op de plaats van bestemming wil arriveren. En we zijn de poort van het politiebureau nog niet uit. Of kijk, daar komt de eerste fietser al tussen de VIP en de motorrijders door. En dat is dus niet de bedoeling. Dat komt dan ook meteen bij de evaluatie van het eerste korte ritje aan bod. Ook komt daarna meteen een nieuwe bestemming in beeld. De commandant beschrijft de route die hij wil kiezen aan de bestuurder van de VIP-auto. Akkoord, ik wil niet inhalen en ik wil ook niet ingehaald worden. Het is om veiligheidsredenen de bedoeling dat een auto met een VIP niet zelf overig verkeer inhaalt en zelf ook niet ingehaald wordt. En dan is er nog even onduidelijkheid over de aankomsttijd en de te rijden snelheid. Ja. Maar snel of langzaam? Dat zal ik even vragen. Aankomsttijd. Aankomsttijd. We hebben geen korte tijd. Nee. Nou, we kunnen rustig aan doen dus. Hallo, hallo. Maar ook weer niet te rustig. Ja jongens, ik zit er nog achter hoor. De stoet is al weg. En de commandant zit erachter in plaats van ervoor. Koeken. Koeken. Ja, dat is een geheime politiecode. Wij zullen die natuurlijk niet bekendmaken. Maar de commandant die niet oplet en door zijn eigen stoetje wordt ingehaald, kan de schande en de pesterijen, in het geval van deze oefenritten, afkopen door een ritje naar de bakker. Maar dan is het menes. De spitsers zorgen ervoor dat ze een stuk voor de stoet blijven,
om daar de kruisingen vrij te maken en te houden voor de commandant met het VIP-voertuig achter zich. Die spaken. Ja. Toch glipt er af en toe nog iemand tussendoor. De commandant meldt zich op de kruising, zodat iedereen weet waar de stoet is, en de laatste spitser weet dat hij op die kruising dan weg kan. Op de kruising. En terwijl de staartrijders de boel van achteren dicht houden, schieten de spitsers alweer naar de volgende kruising toe. En dit is dus de reden dat deze vaardigheden alleen maar op de openbare weg geoefend kunnen worden. Het absoluut onvoorspelbare gedrag van het overige verkeer kun je eenvoudigweg niet naspelen. De taxi die tussen de stoet kwam, wordt eventjes geparkeerd, zoals dat heet. En dan wordt er weer geëvalueerd. Vooral vanwege die koeken. Nee, ik zat er nog achter en toen reed het al. Ja. Spiegel ze. Nou, dat ging niet, want ik zat nog niet op mijn motor. Soms dan inderdaad, dan is de VIP onderweg en voordat jij het weet zit hij al in de auto, zijn de deuren dicht en dan sta jij nog je helemaal je handschoenen aan te trekken. Probeer duidelijk te zijn, hè, want jij geeft op zich priet even een fluitje. Mag gerust wat harder, wat langer fluiten en doe maar gewoon een beetje overdreven dit. Gewoon alleen dit zo, dat zien mensen niet. Die zien dan alleen maar dat vingertje in principe. Ja. En meteen is er ook weer een volgende oefenrit naar een volgende bestemming. Ja, je kunt vanaf de rotonde kun je wel het veiligheidsterrein op. Je komt er alleen aan de andere kant, kom je er niet meer af. Niet meer af. En daar gaan we weer. En meteen zie je ook dat de aanwijzingen van daarnet onmiddellijk in praktijk gebracht worden. Luister naar het fluitje en kijk naar het vingertje. Zie? Dat lijkt erop. Dat is duidelijk voor iedereen. En terwijl de stoet met even boven de 40 km per uur aankomt rijden, zijn de drie spitsers druk in de weer om de weg vrij te krijgen. De commandant, dat is dus de motorrijder voor het VIP-voertuig, geeft zijn positie door. Ik heb een rood licht. Hij zegt dat hij rood licht heeft, omdat de spitser op de kruising dan weet dat het kruisend verkeer groen krijgt. En dat verkeer gaat dus gewoon rijden. De spitser houdt ze zo goed in de gaten dat hij bijna ingehaald wordt door het VIP-voertuig. Net geen koeken. Het is namelijk regel dat VIP-voertuigen niet ingehaald worden. Ook niet door de eigen motorrijders. Dat geeft te veel onrust aan boord als er steeds politiemotoren met zwaarlicht en sirene voorbij scheuren. De bestuurder van het VIP-voertuig heeft er al gezien. Paarse legging, dat zie je ook niet over het hoofd. De motorrijder stuurt er terug. Met een gangetje van rond de 30 km per uur rolt het stoetje rustig door. Onderweg naar de volgende evaluatie. Ja, ik vond het goed gaan. Ik dacht af en toe, zat ik op stukken, dacht van nou, misschien komt de snelheid wel wat hoger. De snelheid kun je inderdaad aanpassen aan de ruimte die je hebt. Passeertijd op kruisingen wordt korter. De VIP's zijn heel comfortabel zijn die hier naartoe gebracht. Goed. De kruising Gouden Regenstraat. En hoe komt dat? Ja. Weet ik niet. Heb je een stopteken gegeven? Ja, meerdere keren zelf. Dus de kruising was op zich goed? Ja, maar op het moment dat ik dus in mijn spiegel ga kijken van waar komen ze, daar komen ze aan. Zijn ze groen. Op het moment dat ik weer voor me wil kijken, zie ik daar gewoon het verkeer komen rijden. Ja. Alles ging in één keer. Des te meer reden voor jou, blijven scannen, blijven om je heen kijken. Luister. Zodra je het ziet, gelijk padstrook heen, blijven staan daar. Hupsakee. Verder gewoon een nette rit. Net de rit verder, ja, zeker wel. Ja. Ja. Nou, een eitje dit werk. Niks aan, zwaarlicht en sirene aan en gaan dus. Ja, dat lijkt misschien zo, maar niets is minder waar. Kijk maar, hier rijden al twee spitsers op een hoop om een bus van rechts een stopteken te geven. En de VIP-auto is er al. Wegwezen dus vol gas naar de volgende kruising. En wel zo vol gas dat er een gat valt tussen de vooruitgereden spitsers en de VIP-auto. Tja, en daarvan maakt een automobilist begrijpelijkerwijs gewoon gebruik. Kijk, en dat is niet wenselijk, want hij heeft vast de beste bedoelingen. Maar mensen met eventueel slechte bedoelingen moeten ook tussen de stoet uitgehouden worden. Kijken! Het loopt niet lekker soepel en er begint al enige ergernis hoorbaar te worden. Desondanks kan de VIP-auto gewoon rustig aan blijven rijden. En daar ging het om. Bij de volgende kruising lijkt de situatie weer aardig onder controle. Voor het linkerbocht vooruit hoor. Het verkeer staat aan alle kanten stil. En het voorsorteervak waarover de VIP-auto rechtsaf moet slaan, is tijdig leeggemaakt door de spitsers. Soepel en vlot komt het stoetje de kruising over en het verkeer kan snel weer door. Maar dan gaat het fout. We gaan linksaf, by the way.
Een van de spitsers zet een kruising stil waar hij denkt dat de stoet moet keren. De bestuurder van een busje rijdt gewoon door, maar de rest stopt netjes. Kijk, alleen de twee andere spitsers rijden rechtdoor, terwijl de commandant met de VIP-auto gaat keren. Oeh, nu heeft de stoet dus geen spitsers meer. Ja, en dan loopt alles vast. Luistert u even mee? Ja, ze maken nu al eerder een kopkering, zie ik. Het gaat niet goed in de communicatie. We gaan terug richting Scheveningsweg Johan de Witlaan. We gaan terug Scheveningsweg Johan de Witlaan. Dan gaan we naar het NCC. Dan gaan we naar het congresgebouw. Ga naar het congresgebouw. We gaan straks rechtsaf Scheveningsweg. Rechtsaf Johan de Witlaan. En dan rechtsaf het NCC. Ja, Sjaak komt de VIP voorbij. Van het gas af. Heb jij dit allemaal meegekregen? Van het gas af. De snelheid is er helemaal uit en ik ben 100 meter voor de verkeerslichten rood licht. Sjaak, Scheveningsweg op, dan rechtsaf Johan de Wit. Ter hoogte van het, het NCC even kopkering. Ik kom tegenstrooms, ik kom tegenstrooms. Als jullie niet zo willen kletsen. Tja, en dan beginnen voetgangers ook nog rot op te roepen als de motorrijder ze een teken heeft gegeven te blijven staan en ze toch gewoon doorlopen. Nee, de lol is er even af. Dan pak eens de kruisbestanden hierin. En de structuur is er ook meteen helemaal uit. 50 meter voor de kopkering. Kijk eens, mooi man. Tja, nu moet de commandant voor het VIP-voertuig zeggen hoe het verder gaat. Mag ik vragen waar we nu naartoe gaan? Pak de oude route maar weer op. Oude route erop, pak er linksaf, Scheveningsweg. Oké, we zijn weer bij de les. En dat is maar goed ook, want er moeten zaken gedaan worden met een grote trekker met opleggen. De bestuurder daarvan twijfelt even, maar hij mag door. En let u nu op het verkeerslicht voor linksaf. Dat staat rood, maar net als de stoet op de kruising aankomt, krijgt men daar groen en gaat dus gewoon weer rijden. Ondanks het stopteken van de motorrijder op de kruising. Net op tijd kan het verkeer weer stilgezet worden en blijft de stoet rollen. Van de staartrijder krijgt iedereen vervolgens een teken dat er weer gereden mag worden. Poepoe, dat viel niet mee. Je merkt gewoon dat als het op een gegeven moment wat sneller gaat, dat je gewoon niet anders kunt dan, en zeker in dat hele korte stukje, waar we twee keer doorheen gekomen, ja. Dat je gewoon links en rechts wat moet laten liggen. Ja. Want Ook al is er geen verkeer, je rijdt je op een gegeven moment op een hoop. Omdat de snelheid van de stoet relatief vrij hoog is. Ja. Ten opzichte van stoppen, optrekken. Over het staartrijden, dat gaat op zich goed. Je hebt de rust, je hebt het overzicht. Alleen de eerste keer dat we linksaf gingen vanaf de Alkemade. Kom je midden op het kruisingsvlak, heb je alle tijd om te gaan staan en dat fluitje in je te laten blazen. En dan wat langer en wat harder, want dat doe je allemaal alsof het niet mag. Laat maar zien dat jij er bent en het teken geven dat jij ook inderdaad de laatste bent. En daarna de shit over is. Mooi weer en een motor. Voor sommige mensen de ideale combinatie. Voor anderen is het een combinatie die kan helpen hun leven te redden. Hier, gast, die steek je recht over. Want behalve het begeleiden van auto's met staatshoofden en andere hoogwaardigheidsbekleders, zorgen de motorrijders van onder andere de Haagse politie, als dat nodig is, ook voor de begeleiding van ambulances. Bij de huidige verkeersdrukte heeft de chauffeur van een ambulance soms niet genoeg aan zijn eigen status als voorrangsvoertuig om zijn patiënt een verantwoorde rit te kunnen garanderen. Regelmatig wordt op onze beroep gedaan om ambulances te begeleiden. Patiënten die ofwel gedotterd moeten worden of een kindje in de couveuse wat met spoed naar het Sophia in Rotterdam moet of zo, dat soort dingen meer. Dan krijg je het geval dat het ene voorrangsvoertuig het andere voorrangsvoertuig gaat begeleiden. En daarom gaat het ook iets anders dan dat we een VIP begeleiden. In principe doen we het met drie man. Ambulance, commandant van ons ervoor en twee spitsers. Staart hebben we niet nodig. Eén werkt met een aantal voorrangsvoertuigen tegelijk. Hoeven we niet iedere kruising meer te pakken. Ja. Dus nu zijn we dus echt op zoek naar de echte problemen. Snelheid, met name voor de commandant. Als hij ziet dat zijn spitsers op een hoop rijden, spreekt het ook van tevoren af met die ambulancechauffeur. Als ik dit doe, gaat de snelheid eruit. Ja, het rijden met een ambulance is iets heel anders dan het rijden met een VIP. Oké, de patiënt is ingeladen. Hij is erg instabiel.
Het hoeft niet al te hard te gaan, wel iets sneller als gemiddeld. Maar ik wil graag een hele glijdende rit hebben. Ja, dat is begrepen. Zeg wat er met de toeters, hè? Scooter begrepen. Ja, de optiezichtluissignalen worden allemaal gevoerd door alle voertuigen. Bij het begeleiden van een ambulance voeren alle voertuigen optische en geluidssignalen. De verkeersveiligheid staat hierbij op de eerste plaats. Maar dat heeft zijn beperkingen voor de communicatie. Als je op een motor zit met een gillende sirene permanent vlak onder je, dan is het moeilijk om het mobielofoonverkeer te volgen. Het kletsje veel. Er moet dus kort, duidelijk en iets langzamer dan normaal gepraat worden. En dat terwijl de rit juist iets sneller moet dan normaal. En terwijl dat er voor onze cameraauto, die voor deze oefening de plaats van de ambulance inneemt, nog redelijk rustig uitziet, ziet dat er verder naar voren toe minder rooskleurig uit. Door de toch iets toegenomen stress van alle lawaai vergeet een van de spitsers de drukte op tijd door te geven. Daardoor moet de commandant en ambulance nogal in de remmen. Ja, dat is een beetje druk. Best wel. Ja. Maar we horen dat zo laat. De snelheid van de stoet gaat naar beneden, maar we rollen nog. Ik zet een blok rechts om het verkeer heen. Rechts om het verkeer heen op het Teldersviaduct. Staat het blok. Snelheid omlaag, staat helemaal vast. En we blijven rollen, zij het langzaam. Stel u eens voor dat u zelf of een van de uwen nu in de ambulance zou liggen. Zou het u niet ook alles waard zijn om zo snel mogelijk op de eerste hulp te arriveren? En dat is nou precies het doel van deze oefening. In de praktijk ontdekken hoe het beste loopt allemaal. Nou, dat zijn de situaties die je gewoon tegenkomt. Dat kan wel gebeuren. Nou, we blijven netjes rollen. We worden niet altijd abrupt hoeven te remmen. En in de praktijk ontdekken hoe bedreigend een voertuig kan zijn dat op de hoek is gaan stilstaan. Zou die blijven staan, vraag je je telkens weer af. Zou die niet een van mijn collega's ondersteboven rijden of erger nog een aanrijding met de ambulance veroorzaken? Maar deze keer let iedereen goed op en komt onze virtuele ambulance veilig de kruising over. Maar niet iedereen let even goed op. Deze bestuurders krijgen van de spitsers de aanwijzing om door te rijden, terwijl het verkeerslicht rood is. Van de schrik kijken ze niet meer in hun spiegels. 300 meter verkeerslicht, ik heb een rood licht. Wat gaat er? In een motorhelm kun je je heerlijk afreageren zonder dat iemand dat hoort. En dat is maar goed ook. Want midden op de volgende kruising staat een auto met een verstijfde bestuurder. En die moet je rustig, maar wel tijdig duidelijk kunnen maken dat hij door mag rijden. Nou ja, mag, dat hij door moet rijden. Pas je naast de weg, vlak voor linksaf. Want daar is de commandant met de ambulance alweer. En die heeft ook nu weer vrije doorgang. Ik wil gewoon weten dat een ambulancechauffeur dit zonder verbindingsmiddelen doet, hè. Die moet gewoon blind varen op die motorrijden voor hem. Ja, wij kunnen nu mooi meeluisteren met de motorrijders, maar dat kan de chauffeur van een echte ambulance niet. Die moet voor 100% vertrouwen op de motorrijder voor hem, de commandant. Die moet hem veilig door het verkeer loodsen. En nu het wat sneller gaat, zie je ook dat er op kruisingen vaker sprake is van een beetje chaotisch verkeersbeeld. Dan heeft de voorste spitser de mazzel dat hij bij rood een kruising op kan en daar een blok kan zetten. Een hele goede optie dit. Moet je kijken, laat ze 20, 30 auto's weer achter je. Ook deze kruising komen we soepel en veilig over. En daarna zijn we al snel bij het ziekenhuis. Ja, de toeters mogen uit, maar de rit is nog niet afgelopen. Want vlak voor de oprit naar de eerste hulp ligt nog een fietspad waarover van twee kanten verkeer kan komen. Ook aan het fietspad is gedacht, perfect. En geloof ons, na een ritje van 20 minuten ben je gesloopt en moet er echt even bij getankt worden. Commandant, ja, als eerste. Ja, is even handig met je geluid erbij, ook het, weer dat stukje metaal dat we doen. En dan blijkt ook dat er toch nog wat misverstandjes waren. Oh, maar in eerste instantie zei je van we gaan eraf bij een Telders. Ik wilde in eerste instantie wilde ik achteraan wegpakken. Toen hoorde ik van dat was dat niet afgesproken. Nee.
Ja, toen zijn we gaan rijden en ik heb, kijk, de binnenbouw, de kombersnelheid steeds rond de 60 gehouden. Af en toe, als ik zag dat het een beetje de spitsen wat dichterbij kwam, iets het gas dichtgedraaid. Die snelheid, eigenlijk vanaf het begin, hoe hebben jullie dat ervaren in de spits? Ja, het was vlot, maar ook dat de route tussendoor werd gevraagd. Ja. Dat gaf mij in ieder geval geen kans om bij de houders door te geven dat je bijvoorbeeld tegen stroom kon. Precies. Bob zei toen we vertrokken, zei Bob, jongens, de ambulancerit moet wel vlotter dan normaal, vlotter dan met een VIP, maar het hoeft ook niet, hupsakeetje. En ik vond gelijk nu zo voor een eerste ambulancerit, hè, zoals we nu doen, vind ik dan die snelheid, 60 binnenbebouwde kom, is dan best fors. Het is toch, met dat geluid erbij en het dat is maar een oefensituatie, maar je merkt toch, zodra al die toeters en bellen aangaan, dan gaat het toch gelijk wat harder allemaal. Toch een klein beetje opfokken. Zo is dat. Dus op naar de volgende rit. Tijdens het oefenen van een ambulancerit kwam er bij de motorrijders van de Haagse politie plotseling een verzoek binnen om de ambassadeur van Jemen te begeleiden naar Paleis Huis ten Bosch, waar ze op audiëntie ging bij koningin Beatrix. Nu is het dus ineens menens. We gaan nu de route voor verkennen. We krijgen natuurlijk afscheidslunch van die ambassadeur van Jemen. Nou, het is altijd een goede zaak om even voor te verkennen. Hoe is de situatie te plaatsen? Hoe rijden we voor? Er komen nog werkzaamheden tegen of andere blokkades. We rijden nu op gewoon een manier. Dus bij de voorverkenning worden gewoon normale verkeersregels afgenomen. En ze kijken dan met name even naar wat wordt de positie op de kruising? Waar kan ik problemen verwachten? Wat is een moeilijke kruising? Waar doen we het met z'n tweeën? Waar doen we het alleen? En dat is een ervaring die je langzamerhand op gaat bouwen. Dus. Na de voorverkenning van de te rijden route komt iedereen samen op de binnenplaats van het politiebureau. Daar zijn ook de 8 motorrijders van de Koninklijke Marechaussee die het ere-escorte zullen vormen. Als iedereen klaar is, vertrekt de stoet naar de ambtswoning van de ambassadeur. Je voelt dat het nu echt is. Dit is geen oefening. Nou, daar gaan we. En de eerste kruising is er een die we tijdens de oefeningen al ontelbare keren overgekomen zijn. Bekend terrein, en dat kun je zien ook. Rustig, maar toch vlot, wordt eerst alle verkeer uit kruisende richtingen stilgezet en daarna de auto's die op de kruising gestopt zijn doorgeleid. 100 meter voor de kruising hebben we rood licht. Vervolgens wordt het vak waarover de stoet moet passeren, zoals dat heet, leeggetrokken. En daar arriveert de stoet op de kruising. Rood licht op de kruising. De staartrijder geeft de kruising weer vrij en tegemoetkomende auto's worden nog even langs de kant van de weg stilgezet. Je auto links blijft staan. Ja, blijkt. Strak in het gelid buigt de marechaussee met de rest van de stoet af naar links. Bij haar ambtswoning wordt de ambassadeur begroet. Escorte, nee, acht, breekt, eregroet. Ook onze motorrijders staan strak in de houding. Dan kan de rit naar Huis ten Bosch beginnen. Houding, staat. Opstijgen. En meteen al melden zich de eerste spitsers op het Willem Witseplein. Die hebben een stukje vooruit gedacht. Willem Witse, vakken linksaf. Willem Witse, vakken linksaf bereikt. Nou, John is nu al weg, dus die staat nu al op het Willem Witse. Erik, Sjaak gaat nu ook door. Kijk, kan helpen Willem Witse. John, die rode vrachtwagen is de laatste die van de Waalsdoppelaar komt. We hebben natuurlijk een heel stuk weg met relatief weinig kruisingen, dus dan kan je in principe met één spits er minder af. En dat is maar goed ook, want deze kruising is druk genoeg. De stoet rijdt zo'n 45 km per uur. En dat geeft de spitsers de gelegenheid om de weg goed vrij te maken en ook nog eens 100% op veilig te werken. Het begint haast al routine te lijken. Eerst krijgen alle richtingen individueel een stopteken en daarna wordt het vak dat de stoet gaat nemen leeggetrokken. Ik zit op 200 meter voor het verkeerslicht, ik heb een rood licht.
Uiteraard wordt er getoeterd, want we hebben toch groen, waarom rijden we dan niet? Fietsers rijden gewoon door. En het is de verantwoordelijkheid van de motorrijder op de kruising dat ze niet aangereden worden. Hij heeft zijn handen vol aan het in de gaten houden van alle rijstroken en alle rijrichtingen. Maar als de stoet met de ambassadeur arriveert, is de hele kruising veilig schoongemaakt. En dan kan ook het verkeer gewoon weer rijden. Vlak voor het paleis treffen we nog één auto. Sjaak, kom nog één voertuig jouw kant op. Ja, onderschep. De stoet zit op de Leidsestraat. Even wel blijven staan. Ik moet even blijven staan, niet verder rijden. Blijf maar even staan. Auto blijft staan. Dan draaien de spitsers de weg naar het paleis in. Daar moet het kruisende pad nog even worden bewaakt. Volgens het protocol gaan de blauwe flitsers uit, de helmen dicht en de motorrijders in de houding. Precies op tijd staat iedereen klaar. De commandant, die voor de 8 marechaussee-motorrijders rijdt, vergeet zijn flitsers uit te doen, maar krijgt net op tijd een seintje van zijn collega's. Enfin, een goed verlopen rit. Koningin tevreden, ambassadeur tevreden, marechaussee tevreden, politiemotorrijders tevreden, kortom, iedereen blij. We waren amper van de oude meubelaan af en ik hoor al van linksaf vakken van Willem Witsen. Ik denk, nou, gewoon heel mooi op tijd. Ja, ik denk klap gelijk door naar voren. Kon je met de groenfase erop? Nee, het was rood. Ja. Ik ben er tussendoor gegaan. Nou, als je zo vaak hebt. Volgens mij ben ik op een moment naar voren gegaan dat alles ook stil stond, want niks reed. Ik kwam aanrijden, ik zie jou midden op de kruising staan. Waar je je motor neer hebt gezet, op de JIF. Ja. En je bent afgestapt en je bent alle richtingen persoonlijk een stopteken gaan geven. Nou, dat is heel goed. Wat ik vandaag heb gemerkt is dat de berichtgeving over het mobiefoonkanaal steeds mooier, korter en netter wordt. Rustig. Echt heel rustig. Ja. Dat is echt leuk. Leuk, hè? Ja, het is niet alleen maar kommer en kwel, dat werk bij de politie. In Den Haag zijn de motorrijders bijgekomen van de begeleiding van de Jemenitische ambassadeur en kan de laatste oefenrit voor vandaag beginnen. En deze laatste oefenrit is er dan weer een van het type ambulancebegeleiding. Dus verhoogde snelheid en meer lawaai dan bij een VIP-rit. Steeds vaker zien we dat er gebruik gemaakt wordt van het zogenaamde tegenstroomsrijden. Dat wil zeggen dat een van de spitsers een blok zet bij een verkeerslicht voor het te passeren verkeer, dat vervolgens de kruising vrijgemaakt wordt en de stoet passeert over het weggedeelte van het tegemoetkomend verkeer en vervolgens over het voorsorteervak voor linksaf. En dan weer een heel onverwachte situatie. De commandant voor het voertuig dat voor ambulance speelt heeft het al gezien. Er is een bestuurder met zijn auto aan het keren op de weg en hij bevriest als hij de motorrijders ziet aankomen. Met enige moeite is hij weer op gang te brengen. En daarna kost het ook nog even om hem ervan te doordringen dat hij nu echt eventjes aan de kant moet. Ja, vast. Hierdoor ben je maar gewoon doorkomen. Tja, dat gebeurt dus gewoon. Hoogste tijd voor de evaluatie. Misschien had ik voor mezelf op sommige punten had ik misschien nog iets langer wat harder door kunnen rijden. Nou, dat is dan het enige wat je terecht opmerkt, dat hier en daar de snelheid misschien wat hoger had gekund. Maar ik denk dat die redelijk op niveau lag, hoor nou. En dan gaan we naar de laatste rit van vandaag. We zijn nu aan het instappen. Dit is een rit met meer auto's dan we tot nu toe hadden, waarbij een echte VIP naar zijn woning buiten Den Haag gebracht zal worden. De stoet telt 5 auto's. De laatste 2 zijn camera-auto's van Blik op de Weg. Ik laat de eerste kruis weer even liggen met de Zeestraat. Belangrijk bij deze rit zijn achtereenvolgens de verkeersveiligheid, de veiligheid van de VIP en een gelijkmatige rit. Op de autosnelweg wordt er inhalend gereden. Dat is om veiligheidsredenen. Zo kunnen er geen voertuigen met kwaadwillenden gelijk mee oprijden zonder op te vallen. Na het verlaten van de autosnelweg kiezen we de busbaan. Direct
busbaan op. Oh ja. Wel over onze zon hebben, ja. Ja, speciale bus. Let op de groene auto die parallel met de stoet mee oprijdt. De bestuurder daarvan is totaal gebiologeerd door de stoet op de busbaan en weet eigenlijk niet meer precies waar hij mee bezig is. Denk wat voertuig achter je, die Mazda. De bestuurder van onze cameraauto heeft het in de gaten. Toch gaat het nog bijna verkeerd. De bestuurder boort zijn voertuig bijna midden in de stoet. Hier is klaksoneren niet onnodig. Maar ook nu heeft onze VIP van alles niets meegekregen. Hij is veilig en vlot naar huis gebracht. Mission accomplished. En wij gaan met z'n allen weer terug naar onze basis. Ook deze keer weer met politiebegeleiding. En eigenlijk is dat wel heel prettig, zo'n politiemotorrijder achter je. Eventueel iets te opdringerige medeweggebruikers worden keurig op een afstand gehouden. Nooit meer last van klevers. Je zou er zo aan gewend kunnen raken. Maar eerst naar Den Haag. Daar is het voor de motorrijders de laatste dag van de opleiding verkeerstechnische begeleiding, VTB. Zogenaamd ontspannen wachten de mannen 's morgens vroeg op het telefoontje met de eerste opdracht. Ja, zogenaamd ontspannen, want hun lichaamstaal verraadt iets anders dan ontspanning. Vergelijk het maar met sommige dieren. Geeuwen hoeft lang niet altijd een teken van verveling te zijn. Hoi, Bart Meldkamer. Hebben jullie 3 motorrijders voor een geleide transport? Ja, die hebben wij. Waar gaan we naartoe? 3 man naar het westeinde dan en het is een geleide transport richting het AMC. Westeinde naar het AMC. En daar gaan we dan. Eindelijk. Alles beter dan afwachten. Van het westeinde naar het AMC. Met de chauffeur van de ambulance wordt de route besproken en dan vertrekt de stoet. Met toeters en bellen, zoals dat hoort bij een ambulancebegeleiding. En na dagen van oefenen begint alle instructie op zijn plaats te vallen. De mannen hebben het overzicht goed te pakken en het optreden is steeds zelfverzekerder. Dat is helemaal door, het grapje van tegenstroom. Maar juist dan is het een goede zaak om de heren nog even terug te fluiten. Soms gebeuren er namelijk toch nog onverwachte dingen. Kijk, komt het. Soms komt een ambulance namelijk midden in een begeleiding ineens tot stilstand. Het kan zijn dat een patiënt bijvoorbeeld gereanimeerd moet worden en daarbij is de assistentie van de chauffeur gewenst of mag het voertuig niet rijden. De co heeft het pas laat in de gaten. Jongens, ambulance is gestopt. Duurt lang, hè? Blijf op de bel. Maar die komt altijd terugkomen, die moet informatie komen halen. Omdat het hier een oefening in scherpte voor de motorrijders betreft, rijdt de ambulance snel weer verder, maar het punt is gemaakt. We rijden weer. Het is natuurlijk wel de bedoeling dat op een gegeven moment die commandant ten eerste moet hij heel goed spiegelen. Ja. Dus hij had dit al eerder moeten zien, want hij ziet er zit nu al een gat van 200 meter tussen. Het kan best zijn dat hij even concentreert op wat anders, maar dan moet hij wel terugkomen, informatie halen van wat is er aan de hand, hoe lang gaat het duren. Want daar wel spitsers op de del staan. Nou ja, het stukje snelweg daarna is weer gesneden koek. Maar tijdens de evaluatie is het duidelijk waar het over gaat. Spiegelen en kijken waar je ambulance gebleven is. Dan gaat het meteen weer door voor de volgende rit. We gaan naar Schiphol. Hier draaien we van de A9 de A4 op richting Schiphol. In de bocht zien we hoe gevoelig een ambulance is voor de middelpuntvliedende kracht. Zelfs bij een lage snelheid helt die al behoorlijk over. De laatste spitser voor de ambulance wil het weefvak vrijhouden. Maar de chauffeur van een vrachtauto denkt, ach, ik prak hem er nog even tussen. Kijken! Zeer tot ongenoegen van de betreffende spitser, maar de commandant lost het rustig op. En meteen is er alweer een bericht over de mobilofoon. Ik ga even kijken wat er aan de hand is. Ik hou het even op 100 km per uur. En ik zie het al, in de tunnel gaat er een strook af. Ja, de linkerstrook gaat eraf. Ik zet een blok vlak voor de actiewagen. Je zet een blok vlak voor de actiewagen. Dan rijd ik door tot de actiewagen. Begrepen? Ik zit nu bij 5.4 en ik geef het door wanneer ik de tunnel inrijd.
Kijk, en dat is dus improviseren. Direct reageren op een onverwachte situatie. Ja, ik ben er. Dit obstakel zijn we veilig gepasseerd, maar het is nog niet over. We moeten de tunnel nog door tenslotte. Ja, John, ik kom langs jou. Let op, file in de tunnel. Maar proberen toch, het heeft al te maken met het welzijn van die patiënt, zoveel mogelijk te blijven rijden. Maar als het echt helemaal niet anders kan, dan kan het niet anders. Maar nu ook, nu zetten ze alles tegen de muur aan. Dan creëer je toch weer een doorgang. Dus waar we zeg maar geen vlucht zou kunnen gebruiken, dan maken we heel veel gebruik van het Duitse systeem. Om gewoon midden door te gaan en dan alles naar de zijkant te persen. En zo wordt voldaan aan twee belangrijke criteria voor een begeleiding. Allereerst de veiligheid en ook het blijven rijden voor een vlotte verplaatsing naar de plaats van bestemming. En er is weinig tijd voor evaluatie, want de volgende rit wacht alweer. Voor de motorrijders van de politie Haaglanden is het vandaag slagen of zakken voor de cursus VTB. Zaak dus om juist vandaag nog eens goed te laten zien wat ze kunnen. Tja, en juist dan? We zitten dus nu duidelijk te dicht bij elkaar, hè? Zo, ja. De commandant zit te ver voor zijn ambulance, dus die moet terugkomen. Dan die hangende spits, die kan dan zo'n beetje blijven hangen als die commandant terug is. Maar die motorrijder daarvoor, die moet veel verder weg zitten. Dat loopt dus niet helemaal lekker. En dan zien we een van de motorrijders naar rechts schieten, terwijl de rest rechtdoor rijdt en we toch echt op de splitsing rechtsaf moeten. Ik heb voor deze oplossing gekozen. Hè? Zie je het? Ik ben er al. Daar komt het groene bord. Laat die splitsen. Echt heel listig dit. Over het puntstuk. Ik heb geen mooie oplossing. Meer. Nee, dat is geen elegante oplossing zo. Ja, die voorspits mag voor mij best een stukje naar verder naar voren. Er komen nog twee bruggen tegen. Maar ik heb toch wel graag dat die brug beneden is. Ineens lijkt het of de aandacht even verslapt is. En dat kan een motorrijder zich bij dit soort ritten niet permitteren. Natuurlijk krijgen de motorrijders in de dagelijkse praktijk niet iedere dag 6 ritten, zoals nu in de oefensituatie. Maar zo kun je wel goed zien hoe snel ze zich herpakken. Om de druk nog iets verder op te voeren, stopt de ambulance weer voor een zogenaamde medische ingreep. Goed geanticipeerd. Hij zag het wat laat, maar... Deze keer let de commandant goed op. Hij geeft de situatie door aan zijn spitsers en keert om te kijken en te horen wat er aan de hand is. Zo is de situatie dus weer onder controle. En als de ambulance verder rijdt, weet iedereen weer precies wat hem te doen staat. Dat neemt niet weg dat de wat onelegante uitvoering van de A4 naar de A44 nog wel even duidelijk besproken wordt tijdens de evaluatie. Ik vond de keuze verkeerd. Ja. Ik vond een hele slechte keuze. Je rijdt op een gegeven moment een witte vrachtauto. Als je daar achterlangs had gekruist, had je al die vrachtauto's die daar al voor zaten, had je geen enkel meer tegengekomen. Verder ben ik hangende spits gebleven op de A4. Ja. En ik zit te wachten, en ik zit te wachten, en ik zit te wachten. Ik zit, vergoor maar. En ik duik naar rechts. En ik ga gewoon op de uitvoerstroken voor de 44, als je dat al mag noemen van uitvoerstroken. En ik ga daar gewoon weg. Want als jij het niet gaat vertellen, dan doe ik het niet meer. Met wat? Nou, je had veel eerder naar rechts gekund. Heb je gezien waar ik zat? Veel eerder. Even een bakkie en dan 10 minuutjes en dan gaan we. Ja. Dat kon beter, zeggen ze wel eens. En de onvrede is ook een beetje af te lezen op de kopjes. We lachen wel, maar we zijn nog niet echt blij. Dat er een groot verschil is tussen rechtsaf en rechtdoor, ja, dat lijkt toch wel duidelijk. Alleen op een motor met een gillende sirene onder je is dat verschil toch niet altijd even goed te horen. Luistert u maar even mee naar het ontstaan van een misverstand in de meest letterlijke zin van het woord. Ja, werd het nou de jagers slaan of rijden we door naar de kruising? Jij pakt er rechtdoor. Bij de verkeerslichten rechtsaf. Ja, dan weet ik, dan wordt het de bakkershagelaan, weet ik genoeg. Ja, hij zei toch zo duidelijk mogelijk rechtsaf en niet rechtdoor. Maar dat laatste heeft de commandant voor de ambulance gemist. Hij ziet zijn spitsers rechtsaf slaan, maar rijdt zelf rechtdoor. Spitsers, jullie zijn eraf. We gaan hier rechtdoor. We zouden rechtsaf gaan.
Nu staat de commandant er dus alleen voor. En dan wordt het zogenaamde tegenstroomsrijden een hachelijke onderneming. Maar tegenliggers letten gelukkig goed op en de stoet komt veilig de kruising over. Korte tijd later is de eerste spitser alweer bijgetrokken. Eén spitser. Wil je hier rechtdoor of rechtsaf, Bart? Rechtdoor. Oké. Langzaam maar zeker weet iedereen weer waar de ambulance zich bevindt en waar het naartoe moet. En dan gaan we nog even de Haagse opbrekingen in. Elke keer in dezelfde opbrekingen is alles open. Stelt u zich eens voor dat u met rugletsel in deze ambulance ligt. Let op. Dat is niet prettig. Drempels, op zo'n moment. En we zijn er nog niet, we moeten ook nog even de tramrails over. Veel Hagenaars klagen over hun opgebroken stad. Maar onze spitsers hebben voorlopig alleen maar de pest in dat ze hun ambulance kwijtgeraakt zijn tijdens deze rit. Een van de begeleiders probeert zijn moed in te praten, maar dat helpt niet echt voor deze perfectionisten. Dat ben ik echt, ging gewoon goed. Je hebt gewoon een bekend stuk op de route opgepikt. En daar kom je ze weer tegen. Er is niks aan de hand toe. Ook hier is de lichaamstaal weer duidelijk. Er is frustratie, want de motorrijders weten hoe belangrijk hun rol kan zijn in een echte begeleidingssituatie. Toen heb ik de bevestiging gevraagd. Heb ik versta rechtdoor, dus ik moet nog als bevestiging tussen de avond in de Bakkers Hagen laten. Maar goed, dan zie je op een gegeven moment twee spitsen rechtsaf gaan. Ja, dan ben ik al de kruising ook. De volgende rit beter dan maar. Het einde van de opleiding VTB komt voor de motorrijders in Den Haag in zicht. De spanning stijgt tijdens de laatste ambulanceritten. En dan komt er ineens ook nog een onverwachte andere rit tussendoor. Deze ambulancebegeleiding zou eigenlijk de laatste rit zijn om nog even de laatste puntjes op de i te zetten. We proberen nog even bepaalde dingen mee te geven waarvan je zegt van joh, dat zijn dingen die nog niet helemaal jovel lopen of juist heel goed, dat zijn sterke punten. Maar zoals het er nu uitziet, zijn ze van alle vier geslaagd. Nou, dan is het aftanken en naar de eindbeoordeling. Maar zoals zo vaak bij de daar op het laatste moment iets tussen. Ja, dan heb je zegel zeker weer, hè? Wat gaan we doen? Ja. Er komt net een belletje binnen. We gaan een prins, een Saoedische prins brengen van het ministerie van Vrom naar 16 over. Oh, leuk. Harde tijden dergelijke, ik weet het nog niet, krijgen we denk ik daar te horen. Maar het is een echte rit, het is even zonder dollen. Inderdaad, zonder dollen. Dit is een echte rit. En wat voor een? Er staan hier drie auto's en het worden er 9. 9 voertuigen zijn er maar liefst te begeleiden. Gelukkig is de route naar het vliegveld 16 er een die inmiddels al vaak geoefend is, dus daar zal het vast niet aan liggen. Al snel vertrekken we bij het ministerie van Vrom. Sjaak, wat is de route vanaf hier? Een drietal VIP-voertuigen rolt al, terwijl de andere 6 nog moeten aansluiten vanuit de parkeergarage. Maar voordat die voertuigen kunnen aansluiten, is de kop van de stoet al op weg. De Pinkhorst is begrepen. Jongens, Pinkhorst. Terwijl de motorrijders nog overleggen over de te volgen route, krijgt men in de rijdende stoet in de gaten dat er nog een aantal voertuigen mist. Je hebt daar een heel groot gat, want de rest van die voertuigen komt nou pas binnen en jullie rijden al. Eentje daar. Oké, doe maar even een tandje lager dan de volgende ploeg. Achter ons zien we nog niets. En men besluit de kop van de stoet eerst even stil te zetten. Zet het maar stil, commandant. Zet het maar even stil, totdat we compleet zijn. Ja, begrepen, we staan stil. Terwijl de bestuurder van onze cameraauto het publiek gaat uitleggen wat er aan de hand is, sluit de rest van de voertuigen aan. De rest van de voertuigen gaat nu rollen, komt nu het terrein af en we gaan aansluiten. Als laatste sluit onze cameraauto aan en zo is de stoet compleet. Ja, commandant, we kunnen gaan rollen. En we rollen. En daar gaat het hele spul. Eerst maar eens zorgen dat we vlot en veilig de bebouwde kom van Den Haag uitkomen. Alles onder het bekende motto, kalm aan, want we hebben haast. Kruisingen worden vakkundig leeggemaakt en het verkeer werkt prima mee. In alle rust kan de hele stoet zijn weg vervolgen en al snel zijn we Den Haag uit. Op de snelweg zorgen de spitsers voor het kortstondig afblokken van de toeritten totdat de stoet voorbij is. Zo blijft de stoet als één geheel bij elkaar en kunnen er geen vreemde of misschien zelfs wel ongewenste voertuigen zich tussen de voertuigen in de stoet manoeuvreren.
Kort na het verlaten van de autosnelweg arriveert de stoet op de kruising richting het vliegveld. Een kruising die tijdens de opleiding meermalen genomen is. En dat is te zien, want geheel zonder stress worden alle 9 voertuigen, plus onze cameraauto, snel de kruising overgeholpen. Vrijwel zonder dat het overige verkeer er iets van merkt. 100 meter voor de kruising, rood licht. Dan zijn we op het platform en wordt de Saoedische prins tot vlakbij het vliegtuig geëscorteerd. Nou, niet alleen de prins, ook de gehele hofhouding rijdt er nog steeds achteraan. Bij het vliegtuig aangekomen gaan de motoren op de jiffy en de politiemensen in de houding. Zodra zijn de koninklijke hoogheid in het vliegtuig zit, gaat de stoet een stukje verderop staan. Daar wordt nog even afgewacht. Wat we dus altijd doen verder, we komen hier zo aan, we brengen die VIP brengen we weg. We blijven staan totdat hij airborne is. Dus pas als hij daadwerkelijk in de lucht zit, dan vertrekken we. Airborne. En dat is het teken om te vertrekken richting het bureau in Den Haag. En de begeleiders van de motorrijders maken van de terugrit gebruik om meteen nog maar eens een ambulancebegeleiding te oefenen, waarbij het VIP-voertuig voor een laatste keer voor ambulance speelt. En deze keer gaat het uitvoeren perfect. Vlot en toch geleidelijk, dus heel comfortabel. Heel comfortabel, zou ik maar raken. Ja, zeker. Een net uitvoering. Goed gat getrokken. Ja, een goed gat trekken. Dat is belangrijk, hè? Als je geen goed gat trekt, ja, dan ben je gezien. Kijk, geslaagd zijn ze in ieder geval, maar dit doet het wel heel netjes, hoor. Het ging goed. Wij zeiden inderdaad, het waren hele comfortabele uitvoeringen. Ja. Dus we konden lekker zo in één streep zo lekker doorrijden. Over snelheid kun je dan inderdaad kunnen discussiëren, maar het was heel was bijzonder prettig. En voordat ze te horen kregen of ze al dan niet geslaagd waren, vroegen wij de kandidaten nog even wat ze van de opleiding gevonden hadden. Voor de eerste dag heb je zoiets, nou, je doet het met collega's, een oefensituatie. En dan krijg je vrijdag de eerste echte rit met de ambassadeur van Jemen. Dan heb je toch al meer zoiets van, ja, nu moet het gewoon goed gaan. Ja, en nu vandaag ook natuurlijk, ja, dat is gewoon iets, het moet gewoon goed gaan. Soms ging het ook even niet zo goed, bijvoorbeeld toen de ambulance ineens stopte. Ja, klopt, ja. Ik had één keer dat ze, de eerste keer zag ik het, gingen ze zogenaamd reanimeren en dat had ik in de gaten. Dan geef je er door aan de spitsers van jongens, reanimatie moet even wachten. En de tweede keer reden we op de Rijksstraatweg en ik was even in gesprek met een van de spitsers en ik kijk op een gegeven moment in mijn spiegel en ik denk, hey, ambulance weg. Dus die stond iets van 300 meter achter me. Dus dat zo zie je maar dat spieren heel belangrijk is. Nou, ik had van tevoren best wel zoiets van, het lijkt me behoorlijk pittig. Dat is me ook wel gebleken deze week, dat je het echt niet zomaar doet. We hadden het er ook over dat toen ik nog aan een bureau zat en dan had je wel eens zeggen die gasten voorbij komen met een begeleiding. En wel eens van, nou, zijn ze Noors en zwaaien niet eens. Maar nu zie je zelf van, je bent zo intensief bezig. En wij gaan van de ene kruising naar de andere. Zeker die spitsers, die hebben het zo druk. Je hebt gewoon geen tijd om even normaal te doen, zeg maar. Het moet allemaal snel. En ja, dat is best intensief. Maar wat hebben de mannen nou precies bijgeleerd? Nou, bijgeleerd. Positie op de kruisingen en over de kruisingen heen gaan, dat hebben we allemaal denk ik wel al gehad. Alleen de snelheid is veel lager. En als de snelheid hoger ligt, je moet nog scherper worden. Je kunt niet een moment verslappen, je aandacht laten verslappen. Dan is het gewoon, dan mis je te veel of je rijdt je aan bonken. Nou, dag 1 wordt het allemaal rustig opgebouwd. En nu zie je dat we een echte rit hebben gehad. Met een echte VIP-begeleiding. En dan met 9 auto's. Waarbij je dus zeker in de laatste rit door de bebouwde kom heen. Ja, dan moet je echt alles uit de kast trekken. Maar je merkt dan, omdat het geleidelijk aan alles is opgebouwd, dat je met die snelheden het eigenlijk net zo makkelijk doet dan de eerste dag, waarbij de snelheid stukken lager ligt. We hebben hoop gereden, hoop gedaan, korte pauzes gehad. Ik denk dat we het vuur aan de schenen hebben gelegd. Best wel de begeleiders zonderen zich even af om over de slotconclusie te overleggen en dan worden de cursisten uit hun lijden verlost. Iedereen is geslaagd. Lekker gewerkt. Koert, zet een punt achter elk slecht begin. En begin gewoon weer opnieuw. Kijk vooruit en niet wat er achter je gebeurd is. En dan wil ik je ook bij deze vast feliciteren en het
certificaat overhandigen. Dankjewel. Stefan, voor jou. Ja. Goed is goed. Bouw het gewoon verder uit. Dus we pakken je bij de volgende VTB gewoon. Wel. Hey, van harte. Eind goed, al goed. Iedereen geslaagd. En wij zijn er volgend seizoen weer. Tenminste, op de televisie. Op straat zijn we er doorlopend. Dus graag, laten we zeggen, tot een andere keer. Dat is Stefan, die begint een beetje de dolle heen te raken.